Welcome to the retraining course. Intern at Eugene Simon, Impresario Europe. A course for people who want to learn an extra income as a freelance entrepreneur in the music industry via the internet. Dutch explanation. Welkom bij de omscholingscursus Stagiaire bij Eugene Simon Impresario Europa. Een cursus voor mensen die in de muziekindustrie, de muziekbranche, via internet als freelance ondernemer een extra inkomen willen verdienen. English explanation. The course is primarily intended for professional singers who have trained themselves on keyboard or piano. So, professional musicians, vocalists, dinner music, relaxing jazz music, background music as basis. There is also a cursus of music lessons for beginners and advanced. There is information about this on the website. Dutch explanation. De cursus is hoofdzakelijk bedoeld voor beroepszangers, zangeressen die zichzelf begeleiden op keyboard of piano. Dus beroepsmuzici, vocalisten, dinner music, relaxing jazz music, background music als basis. Er is ook een cursus muzieklessen voor beginners en gevorderden. Daar staat informatie over op de website. English explanation. Interested? How does the registration work? In a few steps. First, you contact me personally. Second, you choose by email or by telephone. The contact details are on the site. Three, you will receive an option via email for a no obligation appointment with me personally. 4. Duration of that info conversation, 20 minutes maximum. 5. In that interview you will be offered an offer to register. 6. You will receive this officially via email after the info conversation. 7. There is still no dress on your part, not even from an agreement. You must take the initiative to register with our company as a club member. 9. After a successful payment by bank transfer, you will receive a confirmation
by email. Then, your non-binding interest in our company for the retraining course will be converted from an option into a definitive membership. 11. You are a club member all year 2020 and you are entitled to daily training from me personnel. 12. You also participate in training given by my artists. At the moment, there are 2 artists with the knowledge to do that. That was the explanation. Kind regards, my name, Eugene Simon, Impresario. At last, the Dutch explanation. Heeft u interesse? Hoe werkt de aanmelding dan? In een aantal stappen. 1. U neemt contact met mij persoonlijk op. 2. U kiest per e-mail of telefoon. En op de site. Daar staan de gegevens. Drie. U krijgt via e-mail een optie voor een vrijblijvende afspraak met mij persoonlijk. Vier. Duur van dat infogesprek 20 minuten maximaal. 5. In dat gesprek krijgt u een aanbod om zich te willen inschrijven. 6. Dat krijgt u officieel via e-mail toegestuurd. Afloop van het infogesprek. 7. Er is nog steeds geen sprake van een aanmelding uwerzijds. Ook niet van een overeenkomst. 8. U moet zelf initiatief nemen om u aan te willen melden bij ons bedrijf als clublid. 9. Na succesvol betaling via banktransfer krijgt u een ontvangstbevestiging via e-mail. 10. Uw vrijblijvende interesse in ons bedrijf voor de omscholingscursus wordt van een optie omgezet in een definitief lidmaatschap. 11. U bent het hele jaar 2020 clublid en heeft recht op dagelijkse scholing van mij persoonlijk. 12. U werkt ook mee aan scholing gegeven door mijn artiesten.
dit moment zijn dat er twee die dat kunnen. Die daartoe uitgedost zijn en door mijzelf opgeleid. Voordat ze bij mij op de opleiding kwamen, al de ene in het buitenland 10 jaar in Spanje professioneel opgetreden. En in 2013, 29 september, zijn gestart bij mij. Rashima Blondel Timmerman, die heb ik heel veel meegenomen naar optredens, waardoor zij heeft gezien hoe de prof in actie onderneemt met simpelweg zingen en piano spelen tegen betalen. Hoe nieuwe klanten zelf willen aanmelden bij het bedrijf. Zowel bedrijven, overheid, instantie, maar ook particulieren voor eventueel omscholing of om, als ze geschikt zijn, het totale management door ons bedrijf en het team wereldwijd. Dat was de uitleg in Nederland. Met vriendelijke groet. Eugen Simon. Impresario.